Hey Kleine, je gaat super dik, hè? Ja. Kijk eens eventjes. Wat een ding, zeg. Zo. Kijk. Zit erin. Ja, mijn duim. Oh ja, kijk dan nog. Ja, joh, je weet toch. Je weet toch, hoor dan. Het. Yo, yo, kijkers. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timody. En we zijn vandaag weer niet alleen, hoor. Want kijk maar eens even achter me, wie er allemaal bij is. Jan, Magneetvissers van Rotterdam. Jochem, de vader van Magneetvissers van Rotterdam. En hun zijn al lekker bezig. Er is al een drone uitgekomen. Een 9mm kogel is er al uitgekomen. Een wielklem is er al uitgekomen. Ik had net een fiets, want ik ben eigenlijk stiekem al begonnen. Maar we gaan eerst het water ontmaagden. Want zonder het water ontmaagden, ja, dan komen er ook geen vondsten. Dus ja, het water wordt ontmaagd. En we gaan beginnen. Let's go! Goedemorgen Rotterdam! Dat heb je goed gedaan, Jan. En we zijn los. Niet voor niks gekomen. Ja. Hij lijkt wel vol te zitten. Hij is helemaal vol. Lekker hoor. Het zit allemaal helemaal vol. Dit is wel heel spannend. Hè? Oh, zijn het gewichten? Zijn het gewichten? Hè? Heel apart. Weten jullie wat dit is? Het lijkt wel gewichten. Oh ja, dat zijn ook gewichten. Die doen ze dan om hun handen heen voor trainers, weet je? Als, ja, of om hun voet heen. Ja, ja, ja. Dat zijn gewichten inderdaad. Die heb Jan niet nodig, die heb al spieren. Nee, die heb Jan niet nodig, nee. Die wil bewijzen. Woe! Yes! Nee, schat, je mag straks nog een kiekje. Wow, kijk eens, kijk dit. Een zakje vol met munten. Ja, wat voor munten? Dat gaan we zien. 10 zie ik erop staan. Goud. Goudkleurig. Ja. Hé, die is niet magnetisch. Een 5 gulden cent. Uit 1977. Yes! Hoe gaaf. Yes. Nou, die zat er dus in. En dan allemaal buitenlandse muntjes. Canadees. Ja. Canadese muntjes. Gaaf. En een duppie. Yes! Nou, als iemand nog een werkschoen nodig heeft, dan heb ik een werkschoen voor je. Hoe gaaf. Wow. Doet hij het nog? Yes, hij doet het nog, denk ik. Super. Wow. Hij moet een beetje plassen. Heel veel winterwagens. Yes, hij doet het nog. Super vet. Lekker bezig, man. Zacht, ik weet het niet. Barbarian. Nou, dan kun je dat gewoon alleen als je de Barbarian hebt. Super vet, hij doet het nog. Woe. Ja. Wil je ook? Ja, tuurlijk, ga maar. Voorzichtig, hè? Ja, ja, ja. Maakt niet uit, joh. Handschoenen. Maakt niet uit. Doe maar. Doe maar een vet. Ja, doe maar. Woe! Dan wijk je naar links. Kijk daar. Die is super dik, ouwe, van hout. Ah, dat is een echte man. Dat is een hele oude. Echt een hele oude. Maar het is sowieso een echte volgens mij. Holy crap. Dik hoor, je gaat weer dik. Lekker man. Ik moet pistool opleggen. Hop terug. Deze mag je boven je bed hangen, weet je. Ja, precies. Die ligt er al een tijdje. Je moet wel goed vastmaken, dan ben je zo je hoofd kwijt. Maar ja. Is het een echte of... Hij zit in hout. Dit is een hout volgens mij. Moet eens kijken. Ja, hij is wel vlak. Wat een ding zeg. Zo.
lekker bezig, jongen. Voor mij niet gedaan. Ja. Dik zwaard, hè. Wow. Haal hem eens eruit, Jan. Ja, dat is vast, denk ik. Ja, dat moet je niet doen, man. Nee, dat knapt hij, denk ik. Nee, dat was al later. Ja. Super dik, hoor. Echt super dik. Het is echt hout. Ja, man, het is echt hout, ja. Misschien dat. Ja, maar misschien dat de doek omheen zat, hè? Ja, precies. Weet je, maar in ieder geval, een dikke vondst. Dat zeker. Heel dik. Ja, want normaal zitten ze in zo'n rekje met drie. Hij is super dik. Wow, ja, man. Het zijn kortjes. Oh. Ook hout. Ja. Ja, normaal zie je, de grote zit onder, de middelmatige in het midden en de kleine zit boven. Ja. Super dik, je hebt ze alle drie. Ja, kan dan weer naar huis. Ja, doei, Jan. Mooi, water. Hij mag mij niet boven staan. Ja. Fietsen. Ja, man. Nee, dat denk ik. Ja, het zijn ze alle drie. Kijk. Twee tegelijk. Kijk. Nou. Hebben we weer mooi gedaan, maat. Ja, helemaal goed. En een gasfles niet te vergeten. Ja. En begon allemaal met dat winkelkarretje. Ja. Nou, dit ligt er al een tijdje. Zit er nog geld in het winkelwagentje? Ger? Ja? Zit er nog een gulden in? Nee hoor, nee hoor. Dit zijn de, ik weet niet wat voor munt het is, het is een gulden. Ja? Nou, kijk hem eens. Mag ik wel kijken? Hé maat, ik weet niet wat voor munt het deze is. Maar... Gevonden, kijk dan, dat is een aparte munt, zeg. Ik heb ook een muntje. Hé, hey. Kijk dan, daar zitten er twee aan elkaar. Kijk hoe vet. Kijk dan, volgens mij een duppie zit eraan. Hier liggen bakjes, dus ik ga alles lekker in op. Is dat nou goud? Ja, op zout. Dan word ik helemaal gek. Wat delen, hè, kleine? Zo, mijn paard. Zien jullie het goed, kijkers? Zie je dat? Ja, maakt niet uit. Super vet. Hij denkt nou in mijn potje. Dat zoek ik thuis al uit. Hé, iedereen abonneer op Tim. Want wil je weten zo, dan krijg je alleen maar dit. Je weet het toch? Je weet het toch? Jan die trok er een drone uit. Ja, super vet hoor. En kijk, waarschijnlijk is die natuurlijk in het water gestort. Wat zit erin? Een geheugenkaartje. Dus wat ga ik nou thuis doen? Gaan we dat geheugenkaartje gaan we uitlezen. En als het dan goed is, dan krijgen jullie nou de beelden te zien hoe die in het water valt. Hoe vet. Super tof, Jan. Ja, super gaaf. Hier zien jullie dat hij de lucht in gaat. Maar helaas staan de beelden staan er niet meer op. Die zijn te zwaar beschadigd dat hij in het water valt. Er stonden wel andere beelden op. Die ga ik jullie niet allemaal laten zien. Maar ik ga wel een beeld laten zien wat hier is opgenomen waar we hebben gevist. Kijk verder. We'll be right back.
360. In München mag er niet uit. Zo. Rick en ik lopen wel weer uit. Ja, hij doet het maar. Ik wil helemaal vergaan nog. Stuur het. Nou, de een die gaat magneet vissen, de ander die gaat gewoon lekker zwemmen. Ja, de echte magneetvissers die nu zitten te kijken, die denken ja, inderdaad, je hebt gelijk man, die rotwinkelwagens. Maar moet je kijken hoeveel we eruit hebben gehaald. Kijken jullie even mee? Tellen jullie even mee? Tel maar mee. We gaan beginnen. Daar komen ze. 1, 2, 3, 4 en 5. Dit is nummertje 6. Nummertje 7. En bij nummertje 7 hoor ik in één keer, yo! Maar, we lopen er even heen. Krijgen we hier nummer 8, nummer 9, nummer 10, nummer 11. Nou, we gaan nog even door. Nummer 12, nummer 13, nummer 14. En dan horen we daar, yo! Wat is het? Ja, het is een zakje ook Brits keur, maar aan de vorm te zien. Gok ik. It's a bag! Ja, ja. Krijg je makkelijk boven of? Nee, Danny gaat water in. Die zak schudt op. Oké. Okay. Kikken man. Echt super vet. Nou, dit kwam er dus uit die zak. Kluisdeur. Helaas. Althans. Wel een leuke vondst. Wow. Ja, ik denk dat de rest nog bij iemand in zijn rug zit, maat. Dan gaan we die ook nog even zoeken. Ja, wow. Hey, kleine, je gaat super dik, hè? Ja. Kijk eens eventjes. Sieradendoosje vol met sieraden en een mega oud pasje van de postbank. Ja, wat nu de ING is geworden. Super dik. Ja, kettingkie valt er al uit. Super dik, kijk eens, kijk dit. Ja, we hebben weer een stukje nostalgie. Een hele oude loopkruk. Ja, super dik. Ja. Ja, dat is echt super dik man. Het kan nog wel eens een oudje zijn hoor. Het hout hier nog zo, in het midden. Ja, dat is een leukertje. Of niet, kijk eens. Ja toch. Vinden jullie hem nou hartstikke leuk? Jullie weten wat jullie moeten doen dan hè. Dikke vette blauwe duim omhoog. Yes! Wat een ding. Woe. Je hebt er gewoon een slang uit. Super dik. Lekker hoor, strijden. Ja, ja. Het. Oh, oh, oh. Wow. Zo, gaat ie? Ja, zeker gaat. Top man. Jan, super dik Jan. Lekker hoor, alarmpistooltje. Ja, dan een leukertje hoor. Ja. Echt een leukertje zeg. Ja. Kijk eens. Helemaal intact nog. Ja man, super vet. Vaak vind je ze ook wel helemaal kapot. Ja. Ja, super vet man. Het kan ook niet anders hè. JD, hier zit het. Kikken man. Cool, ja, hè? JD. It's a bag! En wat zijn dat, Bek? Wat? Wat zijn dat dan? Huh? Peter T. Post? Wow. Allemaal tegels of zo. Allemaal kluisdeuren van de Peter T. Post. Ja. Wow. Een tas vol allemaal kluisdeuren, man, van de Peter T. Post. Zo, kijk eens. Ja, helaas zijn we aan het einde gekomen van deze video. Maar kijk eens achter me. Hoe tof, ik ben gewoon op editkamp. Dus ik ben volop video's aan het maken, aan het editen voor jullie. Dus wat moeten jullie doen? Abonneer, doe een dikke witte blauwe duim omhoog. En doe even het belletje aanzetten. En dan bij alles, alle meldingen, dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video. Ja, ik heb wel een beetje gelogen in deze video. Op het einde zagen jullie natuurlijk die TNT post, PTT post dingen. Die waren niet van een kluis, die zaten op een kar, zaten die. Ja, dus dat. Nou, ik zie jullie in de volgende video van wie? Ja, ja, van Timothy! We gaan afsluiten in 3, 2, 1. Tjallas!